De Maasai, ja, jumpers. We have some images. Maasai kennen we hier een beetje als een... ze zijn heel goed gespecialiseerd, of bekend als hoogspringen. We hebben daar wel beelden van trouwens. They're jumping very high. It's like a competition in your country for the men. Huh? It's a competition, yes, yeah? Yes. It's like football here? Also? Yeah, yeah. It does look like a football or like a tennis. Yeah, this is a bit of so a sport. So it is competition. Holds. Those who jump high, yeah, are good. So. Dus het is zo hoog mogelijk springen. Het is een beetje zoals hier bij ons voetballen of tennis. Is daar een competitie. Maar it's only for men, not for women. Hè? Yes, for men and not women. Yeah. But not all... For all men, no. Especially for those who are young soldiers, Morani. For young soldiers. Of Maasai, the youth. Yeah. Jonge krijgers, eigenlijk. Voor de jonge Maasai krijgers is dat een soort eervol om te springen. En what do you then? What do women do for sport? No, not football, hè? We have also our traditional dance. Yeah, dansen. Yeah. And we dance with. With men. Ja, yes. Dat is met de mannen. Dansen eigenlijk samen. Een soort volksdans, een beetje, maar typisch voor Maasai. Yeah. You're now for 2 weeks in Belgium. What do you think about our country? It's cold and wet. But do you like it in Belgium? Yes, I like. And what do you like most? I like mostly when they use machines. Yeah. I like because it is a developed country. Yeah. But in terms of weather, I dislike because it is very hot. Yeah. It is very cold. Yeah. And I come from the country which is hot. Ja. Het is hier natuurlijk heel koud en nat. Maar ze houden vooral van de moderne land hier met machines. Iets wat ze natuurlijk bij hun niet kennen, want daar gaat het allemaal heel rustig.